We're the generation, we can't afford to wait. The future started yesterday, and we're already late. Na de dramatische uitslag van GroenLinks van de afgelopen verkiezingen is er een kleine groep idealisten binnen de partij opgestaan die zegt het moet anders. Vanavond zijn we in Pakhuis De Zwijger, waar zij willen laten zien dat politiek ook voor apolitieke mensen leuk en interessant kan zijn. Sing along with me. Was je dan precies nieuwsgierig naar? Ja, ik had het manifest gelezen en toen dacht ik, ik ben wel benieuwd. Het is heel vernieuwend en kom op, we doen het lekker op een andere manier, lekker positief. Ik ben zelf ook wel gewoon een denker, maar ik doe nooit wat concreets en ik wil eigenlijk een beetje met ideeën hier weggaan. Ik zou vooral jullie persoonlijk willen uitdagen, als je politiek geïnteresseerd bent, voor je, zodat je lang je dat al niet doet. Probeer dat commitment en die tijd die je erin steekt niet te bot vieren op politiek 24 en wat er in de Tweede Kamer gebeurt, maar probeer het heel klein te maken. Probeer die politiek lokaal te maken, probeer in je straat om je heen te kijken. Een van de dingen die we heel graag willen gaan doen is een groot evenement organiseren in Amsterdam waarbij we 5000 mensen gaan voeden met voedsel wat anders in de prullenbak zou belanden. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie mij gaan helpen. Regel jij 5000 man, regel jij geld voor logistiek, dan regel ik het eten. Dan heb ik alleen nog een vergunning voor op de Dam nodig. Ik wil op de Dam 5000 mensen kunnen neerzetten. Thanks, Noos. Oké, we beginnen op de Dam. Wie biedt? Deze 60 gaat het stad zijn centrum. Ik vind het dan die gaan regelen. Nou. Ja. Als het zo 7 keer gaat, hebben we wel een leuke avond volgens mij. Dat zoiets kleinschaligs is natuurlijk, dat is allemaal hartstikke mooi, maar op een gewoon landelijk niveau is dat gewoon heel moeilijk doen en dat, daar zit je toch mee met de politiek. Ik doe dit al een jaar of 15 en het erge is dat het eigenlijk in de afgelopen jaren alleen maar slechter geworden is. En dat is iets wat, er zijn weinig onderwerpen waar ik dat zo duidelijk bij voel op dat ik denk, het gaat echt slechter en slechter. En we hebben nu ook een kabinet waarvan ik denk, kunnen we ook de oorlog niet mee winnen. Hoe denkt u dat de politiek wel een toegevoegde waarde zou kunnen zijn? Nou, de politiek zal vooral kunnen kijken of ze niet in de weg zitten. Soms werkt politiek vertraagd en dan is het zonde. Maar politiek werkt in de meeste gevallen, is in ieder geval mijn ervaring, als het controlemechanisme tussen verschillende belangen en afwegingen. Ook de laatste spreker zei, in je eigen straat. Kijk gewoon in je heen, om je heen, zeker in Amsterdam. Er zijn heel veel mensen die nog hulp nodig hebben en jij kan dat gewoon doen. Je hebt geen stichting nodig, je hebt geen politiek nodig. Jij kan gewoon naar iemand toe gaan en zeggen, joh, wat kan ik voor je doen? Daar geloof ik heilig in en daar kunnen we vandaag mee beginnen. The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do. Een beetje sceptisch zijn we de avond begonnen, maar super geïnspireerd lopen we weg. We hebben gezien dat er heel veel leuke initiatieven kunnen ontstaan op kleine schaal, maar moeten ook concluderen dat op grote schaal we nog altijd de politiek nodig zullen hebben. If you hear this message, wherever you stand, calling every woman, calling every man.